3 punten. En denk ook met degelijk spel. Eerst set was natuurlijk heel spannend, maar shout-out spel was goed op orde. In een hoog fouten last serverend in die eindfase, waardoor het elke keer heel spannend blijft. Maar vanaf 22 hebben we 1 punt, 1 servefout van hun cadeau gekregen. En voor de rest alle shout-outs gemaakt in één keer. Dus dat verdient ook een compliment. En dan, als je dan zelf veel fout serveert, dan lukt het ook niet om zo'n setpunt te verzilveren. Maar we hebben er ook geen eentje weggegeven. Dus vanaf de tweede set was het heel degelijk, denk ik. Niet zozeer gelijk heel sprankelend of spectaculair, maar een hele lage foutenlast. Ik denk de laatste twee sets, 5 aanvalsfouten en 3 servefouten. Ja, dat is gewoon heel clean. Dus daar valt niet zo heel veel op af te dingen. Kun je wat dat betreft misschien zeggen dat je het basisniveau nu echt wel te pakken hebt met elkaar? Ja, maar dat staat niet zozeer op vandaag. Dat zien we natuurlijk al wel weken, dat we gewoon stappen vooruit maken. Zodat het veel zorgvuldiger is, pasend veel meer balans. Aanvalsrendementen beter wordt. Ik vond het wel blokkerend verdedigend. Vond ik zeker de eerste set of de eerste anderhalf set vond ik niet goed. Maar later raken we wat meer ballen aan, wat meer discipline in onze verdediging. En dan creëer je ook meer transitiekansen. Ondanks dat we niet zozeer gelijk heel veel servedruk hadden. Maar dat creëren wel transitiekansen, vooral omdat we blokkeren en verdedigen, gewoon meer ballen aanraken en van de grond halen. Er zijn genoeg dingen die beter kunnen en beter moeten. En dan zullen we ook, we hebben nu eindelijk weer een week waarin we ook een beetje normaal kunnen trainen. Geen door de weekse wedstrijd, dus ook focus kunnen hebben op wat ontwikkeling van ons eigen spel op een aantal punten. En dat is de taak voor deze week, denk ik. En dan op naar de laatste 3 van 22. Is er verder nog iets wat je er voor vanavond uit zou willen halen? Nee. Zeker eigenlijk een hele clean wedstrijd. Alleen fouten last in de eerste set, serverend. In het begin aanvallend. Maar de laatste twee sets maken we 8 fouten, wat ik zeg. Dat is gewoon heel goed. Dat is niet zoveel wat te dingen. Een hoog scoringspercentage. En gedaan wat we moesten doen. En dat is het belangrijkste.